Goed, goedemiddag. Dank jullie dat jullie er allemaal zijn. Je hebt net even een break gehad. Ik hoop dat er weer genoeg energie in zit om mijn verhaal hier te volgen. Een half uurtje over online marketing. Zoals genoemd, mijn naam is Erwin Manten. Ik ben eigenaar van Pixel in Leeuwarden. Daarom deze mooie foto het mooie, de skyline van Leeuwarden. Ik wil het vandaag even hebben over de focus in 2018 wat betreft online marketing. Dan ga ik niet heel erg in op welke tools moet je gebruiken, hoe werkt AdWords, dat soort dingen. SEO is net ook al eventjes heel erg over gesproken. Dus daar ga ik niet in detail heel erg op in. Ik wil gewoon heel erg laten zien van hoe kun je het beste werken. En hoe kun je ook samen met bijvoorbeeld development en marketing, hoe werkt dat samen? Samen met een opdrachtgever. Dus ik heb eigenlijk 3 punten eruit gehaald. Die ik zelf ook heel belangrijk vind. Zorg voor blije klanten. Zorg dat je klanten tevreden zijn en blijven. Speel in op de customer journey. Is er iemand hier die niet weet wat de customer journey is? Dat geeft niks, maar dan leg ik het heel kort even uit. Ik zie vingers. Oké. Okay. Customer journey in het Nederlands gewoon klantreis. Dus de reis die iemand aflegt om uiteindelijk bij jou iets te kopen of een vraag aan jou te stellen, et cetera. En dus al die stappen die je neemt, stel je gaat een wasmachine kopen, al de stappen die je neemt, totdat je die wasmachine gekocht hebt. En als laatste, blijf relevant voor je doelgroep. Dus probeer altijd vanuit je doelgroep te denken, wat heeft die nodig, en probeer daar relevant voor te blijven. Een hele korte introductie over Pixel, dan ga ik gewoon echt verder met het onderwerp. Wat we doen is online marketing en in deze 4 vlakken. Dus strategie, bedenken van wat heeft een ondernemer nodig, op welke kanalen moet hij aanwezig zijn, et cetera. Heel veel online adverteren, dus echt het bijhouden van campagnes, ter opstarten ervan optimaliseren. Analyse en rapportage, onmisbaar in ons werk. Wij kunnen echt niet zonder. We hebben die data echt nodig om ons werk te kunnen doen. En de laatste tak, dat is eigenlijk ook een beetje de nieuwste tak, dat is marketing automation. Ze automatiseren eigenlijk van processen om bijvoorbeeld die klanten meer aan je te binden. En dan kun je denken aan geautomatiseerde e-mail, maar ook automatische data uitwisseling tussen een CRM en een website bijvoorbeeld. We zijn Google partner, dat betekent dat we gecertificeerd zijn door Google, dat al onze mensen ook certificaten hebben onder andere. En dat we heel veel samen met Google optrekken om ook nieuwe producten te testen, et cetera. Nou ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat ik hier in de zaal heb zitten. Wie is er developer echt in WordPress bij een bureau of als zelfstandig zzp'er bijvoorbeeld? Oké, nou dat is denk ik 30-40%. Wie is er eindgebruiker, dus heeft zelf een site in WordPress en werkt daarmee elke dag? Oké, dat is ongeveer al heel. En is er iemand die hier zelf ook echt met online marketing bezig is? Als in elke week wel eens in ieder geval een keer. Mensen van Yoast? Oh, goed. Heel goed. Oké, leuk om te weten. Dat speelt weer, of, het sluit aan op mijn volgende slide. Dat is hoe wij het liefst samenwerken en hoe je ook in welke functie je ook zit. Heel erg moet nadenken over van wat is mijn rol nou eigenlijk in een opdracht. Er zullen hier dus ook een aantal opdrachtgevers misschien zelf zitten die in de toekomst misschien wel specialist inschakelen. Dit is hoe wij het steeds vaker doen. Dus schakelen met development, maar ook met de opdrachtgever. Die heeft heel veel kennis over zijn product. Maar als die opdrachtgever een nieuwe site gaat bouwen, dat wij dan wel al betrokken zijn om te gaan kijken van maar wat wil je dan bijvoorbeeld meten? We kunnen analytics aanzetten en de standaard data gaan meten, maar wat wil je eigenlijk weten over je bezoekers? Wat is belangrijk om te weten voor jouw product? Wat zijn je conversiemomenten? Maar zelfs als in, wat zijn je doelstellingen voor je bedrijf? Waar wil je naartoe? En hoe kunnen we daarbij helpen? En steeds vaker zien we, en ik ga er later op in ook een stukje SEO en CA, dat techniek ontzettend belangrijk is. Ook om dingen te kunnen meten, maar ook bijvoorbeeld in het doorontwikkelen van een website. En eigenlijk gaan we hier dan naartoe. Ik zie het steeds meer op LinkedIn ook voorbij komen, mensen met de titel in hun cv, Growth Hacker. Het is een beetje overgewaaid uit Amerika en ook wel een beetje een hippe term. Maar ik vind hier wel, in de essentie zeg maar, gaat het hier ook weer om die samenwerking. Om te kijken van, ja, kunnen we in kleine stapjes eigenlijk hacken naar die groei toe? En dan krijg je dus een marketeer en een developer eigenlijk die samen gaan werken op dat vlak. En dus niet meer als losse eilandjes, maar samenwerken aan die doelstelling die opdrachtgever heeft.
En de manier waarop we dat doen, dat is echt ook, daar zie ik toekomst, zeg maar. Je kies je specialisme daarin. Dus ga ook echt kijken van wat kan ik hier toevoegen en ga dan kleine stapjes maken samen met die andere specialisten. Dus stel je hebt een ontwikkelaar waar je heel veel samenwerkt. Nou, trek die aan de tafel en ga ook met de opdrachtgever bijvoorbeeld zitten. En ga gewoon kleine stapjes maken. Zeg, nou, hoe kunnen we even stapje voor stapje naar dat doel toe? Ga geen hele grote dingen verzinnen, maar ga gewoon iteraties maken. Zeg, hey, als we dit nou eens veranderen, als we deze pagina nou eens verbeteren. En ga dan vervolgens meetbaar maken wat het effect is. Dus als we een nieuwe knop toevoegen, hoeveel mensen klikken daar dan op? En wat is dan uiteindelijk de impact daarvan op het aantal aanvragen, het aantal orders, noem maar. Dus maak die kleine stapjes, leer daar weer van en ga weer bouwen. En dat is hoe we het ook steeds vaker doen samen met dus die development clubs. Eigenlijk kleine sprints maken. Hè. Als je kijkt vanuit de Scrum methode, kleine stapjes, elke, nou laten we zeggen 2 weken bijvoorbeeld. Even kijken waar staan we, wat hebben we geleerd en weer verder. En waarom vind ik dit zo belangrijk? Nou, eigenlijk hierom. Assumption, echt gewoon zeggen van ja, misschien ik denk dat het zo is. Ik als online marketeer, als data-driven marketeer, heb daar helemaal niks mee. Ik wil het gewoon meetbaar maken. En natuurlijk weet ik wel dat niet alles meetbaar is. Maar als het kan, doe het dan. Zorg ervoor dat je dat ergens in het statistiekenpakket terug kunt zien en dat je dat gewoon meetbaar kunt maken. Want dit is heel gevaarlijk. En ik heb in grote organisaties gewerkt, waarin zelfs de CEO zei van ja, laten we het die kleur maken of laten we dit doen, want dat vind ik mooier of zo. En daar moet je wat mij betreft van wegblijven. Maar het gaat uiteindelijk hierom en dat is het blij maken van die klant wat mij betreft. Je moet je echt in je doelgroep verdiepen en kijken wie is dat nou eigenlijk en zorgen dat hij blij is of blij wordt en blij blijft. En een bedrijf dat het heel goed begrepen heeft is bijvoorbeeld Coolblue. En Pieter Zwart zegt zelf ook eigenlijk, e-commerce is dood. Dat hele businessmodel, daar geloof ik niet meer in. Het is een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar ergens zien wij ook wel, de marges liggen heel erg onder druk. De klikprijzen gaan heel erg omhoog. Het zijn echt ondernemers online, die zitten met de handen in het haar. Maar Coolblue begrijpt heel erg goed die toegevoegde waarde. Dus kijken van, waar kunnen we gewoon iets toevoegen voor onze klant? Een stukje service, klantbeleving. Hoe gaan we die klant helpen als er iets kapot is, et cetera, et cetera. En Coolblue is absoluut niet de goedkoopste meer in de markt. Dat zijn andere partijen misschien. Maar Coolblue heeft wel nu een soort van fanbase die gewoon bij hun koopt. Vanwege die toegevoegde waarde. Dus probeer ook voor je eigen product of dienst na te denken. Hey, kan ik iets toevoegen en wat misschien niet op hele korte termijn heel gunstig voor me is of heel handig. Maar wat wel heel erg helpt voor die gebruiker. En het schoolvoorbeeld is denk ik wel Amazon met Amazon Prime. Natuurlijk op hele grote schaal. Maar het principe is dat Amazon kijkt van hoe kunnen we iets toevoegen. Amazon doet het wel heel extreem door echt direct een tv-zender aan hun, een soort Netflix aan hun pakket te koppelen. Maar zij begrijpen heel erg goed dat als ze die klant eenmaal binnen hebben, gaat het om die Customer Lifetime Value. Dus hoe lang kunnen we die klant vasthouden en wat besteedt hij dan bij ons? Nou, dit is dan een grafiekje waarin je ziet dat de Prime members van Amazon, dus dat die mensen hebben een abonnement en die krijgen daarvoor dingen terug, zoals het Prime pakket op televisie, dat je bepaalde afleveringen kunt kijken, gratis one day delivery of same day delivery, allemaal dat soort dingen. Dus Amazon geeft het weg, krijgt er heel veel voor terug. Al die Prime mensen die erin zitten, 39% daarvan besteedt meer dan $200 in 90 dagen tijd. Nou kan Amazon heel veel tijd gaan steken in het halen van nieuwe klanten. Maar zij zijn gewoon heel erg aan het optimaliseren op die customer lifetime value. Dus wat is een klant mij waard over een bepaalde lengte van dagen. En hier komt meten ook weer heel erg in beeld, want je gaat dan niet alleen de eerste conversie meten. En je wilt ook heel graag weten wat gebeurt er daarna nou met mijn klant. Wat triggert zo'n klant om terug te laten komen? En wat kan ik doen bijvoorbeeld met gepersonaliseerde e-mails of loyalty programma's om die klant echt te binden? Nou, om die klant dan te binden moet je heel erg goed die customer journey begrijpen. Dus wat speelt raak je in iemands hoofd en welke stappen neemt hij om klant bij mij te worden of te blijven? En daarin is segmenteren bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus echt begrijpen van, hey, deze mensen hebben een hond. Dat betekent dat die mensen een hogere kans hebben dat ze geïnteresseerd zijn in hondenvoer. Dus dan stuur ik dat bijvoorbeeld in een e-mail. En iemand die een hele andere interesse heeft, stuur ik iets anders.
Dus het gaat in eerste instantie begrijpen van welke stappen gaat diegene door. En dat, eigenlijk zijn dit dan die stappen zoals dat gaat. Dus je hebt eerst die awareness, die bewustzijn. Iemand moet je eerst zien, weten van je bestaan, dat je product er is. En ga dan misschien pas overwegen. Dus als jij een nieuw wasmachinemerk bent, moet jij eerst wel zorgen dat mensen weten dat jij bestaat naast de Bosch en de ARG's van deze wereld. Dus als iemand overgaat tot overweging van het vervangen van die wasmachine, dat ze jou als merk dan ook echt meenemen in die overweging. En als ze overgaan tot aankoop, dat ze eigenlijk niet meer hoeven te twijfelen, dat ze al zoveel weten over jouw merk of jouw product, dat ze precies weten van, hey, nou, dit is de perfecte wasmachine voor mij. En daarna, dat service loyalty, dat is eigenlijk dat stuk daarna wat Coolblue ook en Amazon waar ze heel erg op inzetten. Een stukje service bieden, loyaliteit. Dus als je bij ons blijft, krijg je ook iets terug. Hoe ziet dat er online dan uit? Dit is eigenlijk een beetje een opsplitsing in kanalen. De meeste zijn wel redelijk duidelijk. SEM in dit geval, Search Engine Marketing. Dus denk aan Google AdWords bijvoorbeeld. En wanneer zet je dat nou in? Nou, een goed voorbeeld is dus AdWords. Dat zet je eigenlijk niet in die C-fase. Dit is eigenlijk het model zoals Google het hanteert. Die splits al deze stappen op in een iets korter model. Eigenlijk see, think, do. En daarna zit nog care. Dat zit hier niet in dit overzicht. Maar in C ga je niet AdWords kaart inzetten. Maar moet je echt op de kanaal waar je iets kan laten zien. Dus denk er ook over na bij jouw dienst of product. Aan welke groep kan ik nog iets laten zien wat zij misschien helemaal niet weten over mijn product of dienst. En ga dan verder denken aan die stapjes. Zij e-mail kan je pas sturen als je iemands e-mailadres hebt. En hoe ziet dat er dan uit? Ik heb even een screenshot genomen uit een van onze klanten, hun analytics profiel. Dit heet multi-channel trechters. Als je analytics goed ingesteld hebt, kun je dit ook echt zien. Het menu-item heet ook echt zo. Wat je hier kunt zien is eigenlijk welke zoekwoorden iemand bijvoorbeeld heeft gebruikt via AdWords om op jouw website te komen. En het heet multi-channel om te laten zien ook welke verschillende kanalen iemand naar elkaar heeft gebruikt, maar ook welke zoekwoorden iemand naar elkaar heeft gebruikt. En heel interessant is, hier zie je eigenlijk die klantreis gebeuren. Die onderste pak ik er even uit. Diegene heeft bijvoorbeeld op televisie gezien, of waar dan ook, of ergens online, op Facebook campagne. Peak Performance, dat is een supergoed merk, hoog segment in de skikleding. Nou, laat ik daar eens naar gaan zoeken. En zo komt hij op de site van onze klant terecht. Later komt hij vervolgens nog een aantal keren terug via andere kanalen waar ik geen zoekwoorden van beschikbaar heb. Dus dat zullen doorgaans ook displaykanalen zijn. Facebook, maar het kan ook direct verkeer zijn, dat hij de URL heeft onthouden. En je ziet heel duidelijk dat diegene even later heeft onthouden van, oh ja, ik zat op die site en zo heette dat product. Ja, dus in dit geval is dan de Men's Scoot Ski Pants, dus dat is een specifieke broek. En later komt hij nog eens terug, want hij heeft ook al de keuze gemaakt dat hij een groene broek wil. Ja, dus hier kan ik heel erg inspelen op eigenlijk steeds die verder stapjes. Als ik nu niet zorg dat al deze kanalen goed ingericht zijn, of in ieder geval een groot deel hiervan voor zover het relevant is, dan kan het zo zijn dat iemand in een van die fasen naar de concurrent gaat. Terwijl ik die klant wel binnen heb gehaald. Ik heb hem verteld hoe goed de peak performance wel niet is. En vervolgens gaat hij een concurrent bijvoorbeeld met het order van. Dat is het ergste wat je eigenlijk kan overkomen. En in analytics kun je via dit rapport daar best wel inzicht in krijgen. Nou, een paar voorbeeldjes. Ik ben zelf aan het oriënteren voor een reis naar Noorwegen. Nou ja, dan kun je als aanbieder van reizen naar Noorwegen heel erg zeggen van wij zijn de beste, de goedkoopste, je moet nu bij ons zijn. Maar je kunt het ook meer op content marketing gebied gaan doen. En dit kwam ik in mijn timeline op Facebook tegen, nadat ik eerder al eens een keer op hun website geweest was. En wat ze doen is eigenlijk een verhaal vertellen. Ze zeggen gewoon, ja, wil je naar Oslo? Dan hebben we wat tips voor je. Verkopen doen ze hier niet. Maar zij zorgen ervoor dat jij in deze fase, in die overwegingsfase, nog eens eventjes aan hun denkt. Dat je denkt, hé, dat is inderdaad leuk. Die tips moet ik gaan doen en dan heb ik Visit Norway, dat is eigenlijk als top of mind. En de kans is ook groot dat ik hun nog eens even ga liken en ga volgen en misschien inschrijven voor de nieuwsbrief. Ander voorbeeldje is van een klant van ons die in de truckwereld zit. Nou, dat is ook een hele hechte community en samen met onze partner op het gebied van contentstrategie hebben we eigenlijk bedacht van hey, hoe kunnen we die nou ook aan ons binden.
En dan tonen we ook dit soort dingen op Facebook, ook in de vorm van advertising. En dus niet te zeggen van de sneeuwkettingen zijn nu in de aanbieding. Natuurlijk doen we ook wel. Maar afgewisseld met dit soort dingen. En dit kost heel veel geld om te maken, want je moet een interview doen, et cetera. Maar het levert ook heel veel op. We plaatsen dit nu op een blog. En dat blog heeft ongeveer 10.000 bezoekers per maand, alleen de blog al. En dat zorgt ervoor dat we echt in dat truckerswereldje steeds bekender en bekender worden met dit merk. Dat we echt die klantwaarde eigenlijk opbouwen. En dat we kunnen zorgen dat we op langere termijn in beeld blijven bij de klant. En dat net als wat je bij Amazon zag, dat je dus meer eigenlijk customer value toevoegt, hè, over die hele klantreis heen. Dat meer mensen meer bestellen, maar ook vaker. En dan kun je SEO eigenlijk ook weer toe gaan voegen, dit stukje van de landingpage. Ook bij SEO, het kwam een beetje in de vorige talk ook aan de voorweg. Ga kijken van hoe kan ik echt iets toevoegen voor die gebruiker. Ga niet allemaal trucjes uithalen, werkt al lang niet meer. Zorg ervoor dat die gebruiker op jouw pagina blijft en doorklikt, et cetera. Dus dit is een voorbeeld van een ledwerklamp, iets heel specifieks. Maar waar best wel veel concurrentie op is in Google. Daar hebben we een soort landingpages gemaakt die thematisch zijn. Dus die vertellen iets over xenon, led, het verschillen daartussen. Het gebruiken op trucks, maar ook op tractors. Het zorgt ervoor dat we ook op een hele longtail aan keywords allemaal vindbaar worden. Als je kijkt naar ledwerklampen trucks, dan staan we bij de eerste drie posities. Maar net zoals ledwerklampen tractor, die hele longtail pakken we daar eigenlijk mee. Vraag je tussendoor, wat is naar Google de grootste zoekmachine ter wereld? Iemand, een gokje? Bing hoor ik. YouTube, yes, dat is hem. Beetje een raar antwoord. Misschien verwacht je het niet helemaal. YouTube, is dat nou een zoekmachine? Nou, zeker door de centennials, hè, de mensen die na 2000 zijn geboren, die gebruiken YouTube echt wel als zoekmachine. Als zij iets willen weten of een tip of wat dan ook maar, dan gooien ze in YouTube en dan kijken ze gewoon wat voor filmpje is daarover. Dus houd hier ook rekening mee in je contentstrategie. Houd het niet alleen met tekst, maar ga zeker met beeld aan de slag, met video. 2018, GDPR, hij komt er heel dicht in de buurt, 25 mei. Ik wil het hier heel kort over hebben, niet lang in detail op ingaan. Even de belangrijkste dingen meenemen. Ik moet zeggen dat voor ons als online marketeers ook nog echt heel onduidelijk is hoe we het nou precies moeten implementeren. Wat mag nou wel, wat mag nou niet. Er komt ook nog echt een soort online versie van de GDPR, de online wetgeving, die komt als een soort laag hier bovenop. En die moet ons echt gaan vertellen wat mag nou wel, wat nou niet. Maar die is nog niet af. Nou, 25 mei is al best wel dichtbij. Dus ja, ik moet nog maar zien wat de exacte uitwerking wordt. Maar we moeten hier zeker in rekening mee houden. Dit zijn wel hele belangrijke dingen. Dus ik moet eigenlijk voor alle data die ik uitvraag expliciet toestemming hebben. En dus ga ik ergens bepaalde data die ik uitvraag voor gebruiken, moet ik gewoon laten zien waar ik dat voor ga gebruiken. En ik mag eigenlijk ook niet meer data uitvragen die niet primair bedoeld zijn voor het doel. Dus dat betekent zelfs in e-commerce, als ik vraag man of vrouw en ik heb die data nergens voor nodig, mag ik het eigenlijk niet vragen zonder toestemming. Nou, zo ver kan het gaan, of het echt in de praktijk zo ver komt, want dan kun je misschien wel weer iets verzinnen. Zeg ja, maar ik zeg altijd, zet altijd meneer de Vries op mijn pakketjes, dan heb ik het nodig. Nou, daar zit dan dus een hele dunne lijn. Maar goed, ik vind het als online marketeer wel belangrijk dat dit komt, alleen dan moeten gewoon de regels wel heel duidelijk zijn. En daarnaast de derde, hè, die gegevens moet je eigenlijk verwijderen. Als je ze niet meer nodig hebt, ja, dan moet je op een gegeven moment kunnen verwijderen en iemand heeft ook het recht op verwijdering uit je database. Stukje SEO nog, is al heel veel over gezegd vandaag. Maar drie dingen heel belangrijk en daar komt eigenlijk ook die samenwerking weer in terug. Hè. Architecture, dat is dus echt het technische stuk. Wij zien als online marketeer steeds vaker dat een klant bij ons komt die zegt, ja, maar ik heb wel heel veel tijd besteed aan die content. Ja, dat is heel erg mooi, maar het werkt allemaal niet. En dan is er in deze drie dingen vaak iets aan de hand. Dan is de site heel traag of niet usable. Dat is ook echt wel zo'n ding. En zeker met mobile first indexing, waar Google heel erg naar mobile gaat kijken, zie ik dat dat nog heel vaak fout gaat. Ik was van de week bezig voor een opdrachtgever en daar was de call to action echt compleet uit beeld. Ja, denk maar niet dat iemand dan door gaat klikken op mobile en dat is weer een negatieve impact op je rankings. Authority, dat is eigenlijk de moeilijkste ook om te bewerkstelligen. Want ja, dat zijn mensen die naar je gaan linken, je gaan noemen, et cetera. Maar ook daarvoor, denk nou over die contentstrategie. Kun jij leuke tips verzinnen, leuke dingen die met je vak te maken hebben,
Plaats die dan maar op social media, plaats die op een blog, et cetera. De kans is des te groter dat iemand dat voor jou gaat delen, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je er weer mooi een inkomend linkje bij, bijvoorbeeld. En SEO gaat ook heel erg hier naartoe, hè. Dus heel erg naar... vroeger kon je allemaal trucjes uithalen in SEO. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet meer. Dat mag ook gewoon niet meer. Hè? Dus het gaat heel erg dicht naar elkaar toe. Dus die designers en de usability experts, die moeten gewoon heel erg samen werken met de marketeers om te kijken van hoe kunnen we die SEO invullen. En uiteindelijk gaat het weer om die klant natuurlijk. Wat wil die klant nou weten? En ik kom echt bij heel veel opdrachtgevers nog voor het eerst binnen. Die zitten nog heel erg in die eerste bubbel. Die zeggen, ja, maar ik heb een heel goed systeem en ik heb een heel goede bouwmethode. We hebben een aantal klanten in de bouwwereld. En die zeggen, ja, maar wij zijn de beste in dit, maar ik snap die klant helemaal niks van. Laten wij nou maar uit gaan leggen waar die klant heel erg geïnteresseerd is. Dus als een klant gaat zoeken op wat is het verschil tussen bouwen in hout of in beton, ga dat maar uitleggen, begin daar maar mee. En dan kun je zo langzaamaan diegene wel vertellen waarom je echt zo goed bent. Maar ga die klant helpen in plaats van alleen maar op de verkoopstand te staan. En dan kom je ergens in het midden uit en dan heb je je relevantie te pakken. En die is niet alleen belangrijk voor SEO, maar ook zeker voor SEA. Want in Google AdWords heb je zoiets als AdRank. En die wordt eigenlijk, dit is een beetje versimpeld, maar daar komt het wel op neer. Het komt neer, jouw bot, dus hoeveel je biedt, maar ook zeker de kwaliteit van jouw advertenties. En dat gaat heel erg over hoe relevant is jouw pagina, hoe goed is jouw pagina, hoe goed is die technisch opgebouwd. Eigenlijk al die dingen die voor SEO gelden, gelden ook voor AdWords. Dus zorg dat dat goed is, want jouw quality score bepaalt echt bijna 50% op welke positie jij staat in AdWords. Dus we komen nog heel vaak tegen dat iemand tegen ons zegt, ja, AdWords kost alleen maar geld, levert helemaal niks op. Als we dan eens gaan kijken van wat zijn de quality scores en die liggen heel laag, ja, dan kun je nooit winnen van je concurrent. Of heel moeilijk, van een concurrent die een quality score van 9 uit 10 heeft. Hè? Want de schaal gaat van 1 tot 10. Nou, welke tools kun je dan gebruiken tot slot? Ik heb er een paar uitgepikt. Google Keyword Planner geeft je inzicht in zoekvolume. Dus begin daar ook gewoon mee. Ga gewoon kijken waar wil ik naartoe. Waar zit mijn doelgroep ongeveer? Waar zoekt die ongeveer op? De Google Keyword Planner zit in Google AdWords. Gewoon gratis. Eén ding is wel dat Google naarmate je meer campagnes live hebt staan in AdWords steeds meer data vrijgeeft. Dus ik heb al kleine AdWords accounts gezien, waarin dan hier ongeveer staat, ja, ongeveer tussen de 1000 en 5000. Dat maakt het je wel wat moeilijker. Dat is echt wel een beetje des Googles misschien, dat zij op een gegeven moment zeggen van, nou ga jij eerst maar eens aan de slag en dan geef je wel wat meer data. Gelukkig zijn er ook andere tools. Ubersuggest vind ik echt een hele mooie. Wat die gaat doen is alle mogelijke combinaties voor jou bedenken en dan krijg je dit als resultaat. Het scheelt je heel veel denkwerk en brainstormwerk. Bijvoorbeeld, ik heb een klant met een elektrische fiets. Die verkoopt elektrische fietsen. Dan gaan we eens kijken van, nou, waar zoeken mensen op? Waar kunnen we nou content over creëren? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat we het wel over gewoon elektrische fietsen en de merken kunnen hebben. Maar bijvoorbeeld ook wel over het opvoeren. Die zie ik er nu ook tussen staan. 880 mensen per maand willen zo'n ding opvoeren. Misschien moet ik eens uitleggen dat het helemaal niet nodig is. Want je kunt ook gewoon een sterke accupakket kopen bij ons. En dan ben je ook klaar. Als dat je product is, dan is dit hele waardevolle informatie. Google Trends is voor producten over iets langere, waarvan je de trend over iets langere periode wil zien, maar wel heel waardevol. Dit gaat weer over de skikleding, maar wij gebruiken Google Trends op deze manier om ook te kijken wat is nou de trends over meerdere jaren heen. We zagen duidelijk, als je hem nog verder terug zou trekken, dat er vanuit de crisistijd veel minder geïnvesteerd werd in skispullen. En dat is echt een beetje een luxe ding natuurlijk. Maar we kunnen ook heel goed zien naar waar vindt het nou eigenlijk heel erg plaats. En we zien sinds vorig jaar, en dat zie ik dit jaar ook weer, dat er een piek ligt echt eind januari, begin februari. Mensen wachten gewoon de sale af. Die weten ongeveer al, nou dat komt er wel aan. Dan heb ik 20-30% korting, dus die piek ligt ook steeds hoger. En daar kunnen we weer op inspelen met marketingbudget. Dus heb je zelf woorden en als er genoeg zoekvolume is, gooi ze gewoon in. Je kunt gewoon naar google.com/trends gaan. En dan krijg je dit inzicht. Nog één leuke tool die ik mee wil geven is Google Optimize. Hij is nog vrij nieuw, maar er is wel al een versie ook die gratis is.
Ga daar ook eens mee testen. Dat speelt ook een beetje in op wat ik zei. Van maak die kleine wijzigingen. Ga daar mee testen en zo weer doorontwikkelen. Google Optimize is daar perfect voor. Het kan eigenlijk twee dingen. Eén is AB testen. Dus je kunt gewoon in zo'n editor zeggen. Ik heb heading 1 en heading 2. Ik ga gewoon wat dingen proberen. Wat het beste werkt. En ik toon daar twee varianten aan twee verschillende doelgroepen. Maar je kunt ze ook dynamisch maken. Bijvoorbeeld je zegt, als een bezoeker komt uit een bepaalde AdWords-campagne, dan wil ik een woordje toevoegen aan mijn titel. Dus ik heb bijvoorbeeld skikleding, maar ik zie dat iemand uit de campagne skikleding paars komt, ik noem wat. Dan kan ik het woordje paars aan de titel toevoegen op het moment dat iemand uit zo'n campagne komt. Dat doet niks voor SEO of zo, daarvoor hoef je niet te doen. Maar puur vanuit het campagnematige wel. Tot slot, waar je heel veel van kunt leren, is ook andere adverteerders. En wat een leuke functie is in Facebook, is dat je kunt zien waarom jij dit als gebruiker krijgt te zien. En bij grote adverteerders kijk ik wel eens even, dan ben ik gewoon nieuwsgierig. Maar daar kun je ook voor je eigen campagnes best wel wat van leren. Facebook heeft natuurlijk een enorme berg data, maar welke segmenten, welke filters stel je nou eigenlijk in? Om gewoon rendement te halen. Dan kun je daar heel veel mee gaan testen en proberen. Maar ik heb hier een voorbeeldje van. Het is een wat oude advertentie, maar van een Call of Duty. Er kwam er een nieuwe versie uit. En ik was wel benieuwd, waarom krijg ik dit nou te zien? Nou, als je rechtsbovenin op dat de driehoekje klikt, dan krijg je ook dit minuutje. Waarom krijg ik dit te zien? En dan krijg ik dit vervolgens als pop-up. De makers van Call of Duty of het marketingbureau daarachter, die weten dus waarschijnlijk, of die hebben misschien een onderzoek gedaan, correlaties tussen hun doelgroep en de kopers en de gebruikers van Facebook. En die weten waarschijnlijk dat dus de mensen die geïnteresseerd zijn in de Premier League en veel voetbal kijken, grotere kans hebben dat ze ook een game als Call of Duty spelen of willen gaan kopen. En ze weten ook dat de grootste groep van hun gamers tussen de 18 en 38 zijn. Nou, ik match op deze groepen, dus dan krijg ik dus deze advertenties te zien. Maar dit is gewoon interessant om eens mee te nemen voor je eigen campagne. Laatste slide, gewoon nog even terug naar die focuspunten. Natuurlijk in 2018 komen er vast nog meer dingen, maar ik vind dit, als je hier daar rekening mee houdt en zo gaat werken, en ook echt als marketeer en developer en opdrachtgever samen met elkaar gaat kijken van wat doet er echt toe voor mijn klant, dan heb je wat mij betreft echt de juiste weg te pakken. En dan zul je ook zien dat dat in al jouw marketingkanalen in jouw voordeel werkt. Dat is mijn praatje over online marketing. En ik dank jullie voor je aandacht. Dankjewel, Er. Echt on the spot bijna ben je gestopt. Dus ik hoop, weet niet als er nog vragen zijn of het misschien een korte vraag is bij iemand. Als ik je goed citeer, had je het net over de quality score. Ja. Je zei je kunt van 1 tot 10 ranken, misschien heb ik het gemist, maar kun je dat ergens zien? Ja, dan kun je het zien als je in je AdWords campagnes het overzicht met zoekwoorden bekijkt. Ja. Dan kun je in het statusoverzicht zien of iets goedgekeurd is of niet. Dan staat dat in een aparte kolom achter je zoekwoorden. Als je daar met je muis op blijft staan, dan komt er een soort pop-up en die laat ook zien, onder andere, wordt er nu een advertentie vertoond? Is je advertentie goedgekeurd? En daaronder staat ook je quality score. Oké, dank je. Qua tijd lukt het bijna niet meer om nog een vraag te beantwoorden. Dus als jullie nog met dringende vragen zitten, dat kan ga je meteen naar huis? Nee, toch? Je blijft Nee, zeker niet. Nee. Zoek hem dan straks even op en stel je vraag. Ja. Dank je.